Mark, was het gekkenhuis net in de kleedkamer? Ja, gekkenhuis. Dus tijdens de wedstrijd, voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en ook na de wedstrijd, denk ik. Ja, een bijzondere avond en ja, trots op wat we met z'n allen hebben bereikt. En, ja goed, dat zijn unieke momenten, denk ik, in carrière. Voor mij in ieder geval en dat in principe gebeurt het niet elk jaar, nee. Was dit de bekeravond waar je van droomt? Ja, nee, tuurlijk. Van tevoren zie je het affiche. Nou, je weet wat het betekent in Utrecht. Een halve finale op zichzelf staand is al geweldig met de finale in het vooruitzicht. En ja, goed, op deze manier ja, is het heel bijzonder en is het mooi. En ja, we hebben gewonnen, denk ik. En dat die finale die longt nu. Nee, een hele positieve avond, behalve dan voor Sean Kluiber. Ja, dat is verschrikkelijk voor hem. Ik ken hem al lang en deze club betekent alles voor hem. En die heeft ook een traject in zijn hoofd en die heeft de vorige finale in 2016 ook gemist. Ja, is wel snel. Ja, en die is een belangrijke speler voor ons. En ja, goed, op zo'n manier de finale te moeten missen, ja, dat is hartverscheurend. Ja, hij was echt ontroostbaar, hè? Ja, ja, en dat begrijp ik. Dat is verschrikkelijk. Dat ging er niemand toe. En dat zijn de zure op. Dus de enige smet van vanavond, denk ik. Wat zeg je dan tegen hem na afloop in de kleedkamer? Ja, moet je zeggen. Ja, ik heb gezegd dat ik trots op hem ben. En, en ik geef hem een knuffel. Woorden komen nu op dit moment niet binnen voor hem. Ik hoop dat hij uiteindelijk beseft dat hij trots op zichzelf kan zijn. En dat hij kan uitzoomen. Dat hij denkt, ja, dat mooi is wat hij heeft neergezet. En mede dankzij hem staan we in de finale. Voor Ten Hag was het geen fijne terugkeer hier in Utrecht. Nee, ja, goed. Dat is een gegeven. Kijk, sentimenten op dat moment spelen niet echt een rol, denk ik. Ik denk niet dat hij medelijden per se met mij had op het moment dat we 4-0 daar eraf gingen. En nu hebben wij gewonnen. En ben ik vooral zelf heel erg blij mee. En ik gun hem veel geluk. Goed, hij heeft ook nu wel een job te doen. Heb je hem nog gesproken? Heel eventjes, heel kort. Ja, dan is er weinig tijd om echt lange gesprekken, inhoudelijke gesprekken te voeren. Ja, dan gaan we erover op de leukere dingen. Hoe ga je dit vieren? Hoe vier je dat je Ajax uitschakelt en de bekerfinale behaalt? Ja, weet ik niet. Volgens mij gaan we zo met z'n allen naar de supporters en gaan we daar een klein feestje vieren. We hebben net met z'n allen al een feestje gevierd. En we kijken wel even hoe het loopt. Zondag wacht ook alweer de wedstrijd. Klein biertje? Ik heb net stiekem eentje gedaan. Ik moet nog terugrijden, dus het zal niet veel gekker worden. Maar, ik heb wel een smintje voor je hoor. Goed, al die politie hier op de benen moet ik ook mee oppassen. Heel goed. Tot slot morgen Feyenoord NAC. Voor wie juich je? Ik juich niet. Ik ga lekker op het bankje zitten en ik zie wel wat er gebeurt. We hebben geen invloed op. En we zien het wel. Cliché, maar je moet ze allemaal afslaan. Wat zegt je gevoel als je moet kiezen? Weet ik niet. NAC is een bijzondere ploeg. Feyenoord is thuis natuurlijk sterk. Ik durf het niet te zeggen. Ik zie het wel. Nog een klein traumaatje overgehouden aan Feyenoord? Dat je dan misschien denkt, dan liever NAC? Nou ja, om eerlijk te zijn wel. Die wedstrijd 2016 was wel pijnlijk. Is nog steeds pijnlijk. Er is alles aan gelegen om dat weg te spoelen. Succes. Ja, dankjewel. Thanks man. Yo.